Voel je je wel eens verward over wat je moet doen in de gym? Over heel veel dingen eigenlijk. Moet je nou elke spiergroep apart trainen of juist elke keer full body? De ene influencer doet upper lower, de andere weer push-pull legs. En ze hebben allemaal een goed verhaal over waarom hun programma het beste is. Maar maakt het eigenlijk wel wat uit welke split je kiest? En hoe weet je nou wat voor jou het beste is? Dat bespreken we en meer in de podcast van vandaag. Ik heb er zin in. Daar gaan we. Welkom bij Project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we IJzersterk. Thijs, ik moet zeggen, ik word soms best een beetje ongeduldig van als iemand me vraagt van hé, hey, kun je even naar mijn schema kijken? En dan krijg ik een, een, een notitie uh, screenshot En dan staat er maandag borst, dinsdag benen of zo. Dus dan staat er alleen maar welke spiergroep op welke dag. Ja, word je niet veel wijzer van. Word je niet veel wijzer van. En ik bedoel, ik kan het nu natuurlijk niet kwalijk nemen als je gewoon niet beter weet. Uh, maar... Er komt meer bij kijken. Er komt meer bij kijken en daar gaan we het vandaag over hebben. Dus uh, belangrijk om te begrijpen is dat spiergroepgroei voornamelijk, of het stimuleren van spiergroei, voornamelijk een lokaal proces is. Dat betekent dat het uh, per spier gereguleerd wordt dus. Uh, dus het is ook handig om vanuit één spiergroep te redeneren, te kijken wat is daarvoor nodig, hoe delen we dat goed in over de week. En dat is wat we vandaag met jullie gaan doen. Uh, en, dan, en dan kunnen we dus ook vervolgens kijken naar de verschillende splits en bepalen wat dan logisch is uh, voor jou en, uh, en wat niet. En of het überhaupt wel wat uitmaakt. Mm. Hoe zorgen we dat een spier gaat groeien? Nou, laten we even beginnen met de kern. We hebben natuurlijk goede oefeningen nodig die zorgen voor spiergroei. Even een voorbeeld van een oefening die niet voor spiergroei zorgt. Een burpee. Of welke vind jij, wat is jouw allerzeggens? aller slechtste, um, Naarste oefening. Ik denk, ik denk tuck uh, jumps. <laughs> haat ik het meest. Ja, we zijn niet in niet van kan groeien, maar ik haat ze wel. Een wall sit. Oefening ja. die ik vaak voorbij hoor komen als, uh, als optie waarvan ik denk van nou, ja, zul je waarschijnlijk ook niet veel van groeien. Hè? Ga je niet veel van groeien denk nee, ik. statische oefening. Uh, Oké, okay. dus we hebben natuurlijk goede oefeningen nodig. Die moeten we goed uitvoeren. Redelijk voor de hand liggend, want je kan wel uh, ja, leuk een goede oefening gekozen hebben, maar als je gewoon heel slecht uitvoert, dan ja, ben je ja. eigenlijk wel anders aan het doen. En we moeten natuurlijk tot dichtbij spierfalen trainen. Nou, dat is dan... Oké, okay, dan heb je dus een goede set gedaan. Uh, maar één set is waarschijnlijk niet voldoende. Dus Thijs, uh, hoeveel sets moeten we dan doen over de week? Ja, dus inderdaad, het aantal sets dat je doet per week is hoe het meestal wordt uitgedrukt. Ja. Het woord wat we daarvoor gebruiken is volume. Heb je wel eens vaker voorbij horen komen in deze podcast, denk ik, of de wandelgangen? Ja. Um, en dan is de vraag, hoeveel sets moet je doen? Hoeveel volume moet je draaien voor spiergroei? Simpele antwoord is dus 10 tot 20 sets per week. is de optimale range. Ja. Uh, maar, dat zit natuurlijk nuance aan. Mm -hmm. Dat verschilt per spiergroep. Dat verschilt per persoon. Ja. Dat verschilt per geslacht. Dat verschilt per agenda, want je hebt niet altijd tijd om 20 sets te doen. Ook al is dat optimaal per periode uh, in het jaar. Weet je. Soms heb je misschien wat meer op je bord, en andere yeah. periodes uh, wat minder. Ja, dus dat is uh, 10 tot 20 sets, is het korte antwoord, uh, afhankelijk van een paar dingen. Ja. Maar laatst hebben we ook een podcast opgenomen waaruit, waarin we een onderzoek hebben aangestipt dat met 5 tot 9 sets, indien ze goed uitgevoerd zijn. Al best wel 80% of zo, 84% van het uh, resultaat. 84% van hetzelfde resultaat gehaald kan worden. Ja. Zodat ze na 10, tot 20, is de optimale range. Ja. Kan ook, kan ook zijn dat je daaronder zit. Ja. En dan minder optimaal traint, maar nog wel progressie boekt. Ja. En nog wel is wel significant ja, progressie. Nog lekker beuken hoor. Ja. Als we goede oefeningen, goede uitvoering ja. en tot dicht bij spierfalen trainen. Maar daar hebben we een andere podcast over hoe je dat dan doet. Opgenomen, dus nou ja, oké. Okay, dus dan weten we een beetje 10 tot 20 is uh, waarschijnlijk optimaal. Afhankelijk van verschillende factoren. Ja. En, um, en uh, 5 tot 9, ja, zou ook kunnen uh, met een flinke bak optimalisatie Ja, ja. en als ik nog één een, eentje mag toevoegen aan volume, wat veel mensen vaak in de war brengt. Ja. is um, ja, Als je keer je eigen volume wil gaan tellen en je, je snapt er niks van. Ja. Eén belangrijk ding is dat uiteindelijk is de limiterende spier van de oefening, dat is die je uh, volledig gaat tellen. Dus is staat ook een benchpress. Voor mijn borst. En mijn borst is ook de reden dat ik het niet meer haal. Ik heb vier sets gedaan. Dat zijn vier sets voor mijn borst. Met triceps hebben ik ook meegedaan. Maar dat is niet de reden dat ik het niet haal. Het is een helpende spier. Een makkelijke manier om dat te, te rekenen. Dus als je vier sets benchpress doet... reken je vier sets voor je borst... en twee sets voor je triceps. Weet je, gewoon een halve set. Ja, het is... Een halve set voor helpende spieren. Het blijft een beetje natte vingerwerk natuurlijk. Ja. Um, maar uh, ja. Dat zou een makkelijke manier kunnen zijn... om je volume uit te rekenen als je dat een keer wil doen. Ja. Um, ja, en voor de grotere spiergroep is het dan best wel makkelijk, want die, die ja, dat zijn dan meestal gewoon je, je, je compounders, die dan, ja, je press nou, vier sets voor je borst, nou, dan doe je nog een dumbbell press nog vier sets voor je borst, Bang. Uh, weet je, op die manier, en dan kom je, verspreid je dat over de week, kom je ergens tussen die 10 en 20 sets uit, nou, geregeld alleen voor die schouder en triceps wordt het wat moeilijker, want die zijn dan mm. ook betrekken bij die, betrokken bij de bench ja. press maar hoeveel precies, nou ja. ja, dus daarbij is het iets meer natte vingerwerk, maar dat is... Niet relevant. Nee, maar leuk feitje. Ja, uh, oké, okay, maar dan weten we dus, nou, we moeten. Stel eventjes, hè? We moeten 15 sets doen in een week. Kunnen we dat dan in één workout doen? Nee, dus dat is de volgende vraag. Ja. Als je weet, je kan een inschatting maken van hoeveel je per week wil doen voor een spier. Hoe ga je dat verdelen over de week? Ja. Um, Laat ik even een rond getal ja. of nou, ja, een, een even getal. 16. 16 sets. Ja, neem even de borstspier. Dus we hebben gezegd, oké, okay, we willen 16 sets doen voor de borstspier. Uh, kan ik dat dan in één workout doen? Of ja. uh, hoe vlieg ik dat aan? Vertel eens, tijdens. Ja, de algemene richtlijn die wij gebruiken is dat we zeggen... max 10 sets per spiergroep per training. Ja. Sommige mensen iets minder, sommige mensen iets meer. Maar hou maar rond de 10. Ja. Waar, waarom is dat? Stel, ik doe... Als maximum, hè? Als dus maximum, ja. dat je 10 ja. moet doen, nee, maar... Als ja. maximum, inderdaad. Ja. Um, als minimum zou ik zeggen drie. Ja. ja, als je vooruit wil gaan doe. Als je vooruit wil gaan, ja. ja. Um, okay, dus, maar laat zeggen waarom minimum drie. Ja. Uh, is omdat als je een, een, een oefening gaat doen voor spiergroei... heb je vaak uh, even wat setjes nodig om, uh, om uh, warm te draaien... je spier goed te voelen en even het maximale eruit te halen. Ja. Dat kan wat beter als je drie sets doet. Bij één of twee sets wordt het gewoon wat moeilijker. Ja, um, ja dat is ook gewoon zonde van de tijd. Die, stel, je gaat bankdruk op... 80 kilo of zo, dan moet je, dan ga je opwarmen zo. Dan heb je met een lege stang 40, 60 kilo en dan zit die 80 kilo op de stang. Dan doe je één set en dan stop je. Dan heb je dus 10 minuten opgewarmd voor één set. En dan ja. moet je dat de volgende dag weer doen, anders haal je dat volume ja, niet. Dat is gewoon irritant. Ja, dus je kan dan ja. beter gewoon gelijk dan drie sets doen wanneer ja. je goed bent voorbereid. En als maximum tien. Ja. Ongeveer zijn er mensen die iets meer kunnen doen. En waarom dan maximaal tien? Ja, dat ga ik nu uitleggen. Ja, leg ze ja. uit. Uh, belangrijkste reden is dat als je eenmaal tien sets heb gedaan... in de buurt van spierfalen... dan begint je borstspier bijvoorbeeld... gewoon aardig leeg te raken. Als je dan nog meer sets gaat doen... dan zijn de sets wel vermoeiend... maar het is moeilijk om ze prikkelend genoeg te maken... om echt uh, progressie mee te boeken... of veel progressie mee te boeken. Ja. Dus het is vaak ja, junk volume noemen we dat dan. Ja. Je krijgt wel vermoeidheid binnen... maar het levert je niet veel op. Net als junkfood. Veel calorieën, maar weinig micronutriënten. Ja. En dat is eigenlijk de voornaamste reden... om dat te doen. Dus om... Uh, om niet meer dan 10 per workout. Om niet meer dan 10 uh, te doen. Dus als we er dan 16 voor die borstspier uh, zouden willen doen in de week, wat is dan een makkelijke manier om het te gaan. Uh, want oké, okay, dat doen we dus niet in één workout. Want het zijn 16 sets. Hoe zou jij dat dan? Uh, ja, dus dan zijn er meerdere, meerdere combinaties mogelijk. Dat kan zijn dat je er twee sessies van 8 sets doet. Dus twee sessies met twee oefeningen. Waarbij je vier sets doet per oefening. Ja. Kom er ook op uit. Het kan ook zijn dat je misschien. Verdeeld over drie sessies, waarbij Deze je... Van vijf ongeveer. Ja, ja, of je doet één training met twee borstoefeningen... en dan nog eentje met ja. één en nog eentje met één. Dan heb je ook 16 sets. En zo kan je ja. meerdere kanten op. Uh, dus het is twee sessies of meer, is ja. dan het antwoord eigenlijk. Want dat ja. is nog een andere reden om niet tien sets te doen. Is ook al zou, zou je zeggen, oké, okay, ik kan nog wel presteren na tien sets bij één training. Ja. Uh, wat als je in plaats van twaalf sets, zes sets doet in één training... en die andere zes ergens anders neerzet? Um, dan kan je ja. misschien wel in allebei die trainingen... Nog veel meer uit die zes sets halen dan dat je ze allemaal in één training zou kunnen doen. Dus je kan ook nog iets meer progressie boeken, misschien op die manier. Ja, een makkelijke manier om dit voor te stellen is dat je vast wel eens gemerkt hebt: van... oké, okay, ik heb twee borstspieroefeningen in mijn programma. Normaal begin ik met die bench press. Maar uh, omdat het druk was, ben je begonnen met je incline uh, machine press of zo in plaats van met die bench press. En dan merk je opeens: hé, hey, dat gaat veel beter dan wanneer ik hem als tweede oefening doe. Mm. Nou, dat is exact de reden. Waarom het verspreiden van, de, van de, het volume, dus het verspreiden van het aantal sets over meerdere sessies en niet een hele lange sessie met heel veel sets, effectiever uh, kan zijn. Omdat je dus uh, nou, gewoon meer uit iedere set haalt. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit, is door mond tot mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast, dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. Ik ben wel voorstander van om het een beetje overzichtelijk te houden en dus wel een gelijke verdeling per workout te hebben. Dus ja, het hangt er wel een beetje van af. Want sommige oefeningen zijn veel, zullen we zo direct opkomen, veel belastender dan andere oefeningen. Maar dus uh, wanneer je dan nou ja, ongeveer 16 sets zou doen, zou ik dus kiezen voor of twee keer acht of drie keer vijf, zet je op vijftien, maar uh, of vier keer vier. Dat mm. je belasting per workout of vergelijkt en dan kan je ook beter een soort van die hersteltijd afstemmen en makkelijker van nou, als je merkt, oké, okay, nou vier per workout is net even te veel, dan doe je drie per workout, dat je, dan kan je het beter uh, makkelijker afstemmen. Het is dus niet dat het niet anders kan, maar dat is mijn eigen mm. uh, mening. Oké, okay, dus dan zeggen we bijvoorbeeld: Nou, we hebben 16 sets voor die borst, we willen er uh, twee sets van uh, twee, twee keer acht doen. Um, betekent dat dan dat je maar, ja, hoe vaak moet je dan trainen in de week? Ja, dus dat is eigenlijk de volgende vraag: is als je je, je volume weet en je weet hoe je dat ongeveer wil verdelen over de week, ja. dan gaat daaruit een ideale frequentie voortstromen. Ja. En dat kan uiteindelijk ook je trainingssplit gaan, uh, gaan bepalen. Ja. Dus dan is een brandende vraag: is wat is dan die ideale frequentie? Ja. En je kan het op een paar manieren beoordelen voor jezelf. Ik zou beginnen met gewoon de aanname van: oké, okay, uh, voor de meeste spiergroepen is twee tot vier keer per week goed. Ja. Dus als je je uh, spiergroepen in je volume verdeelt over twee tot vier sessies, is dat meestal wel goed. Mm -hmm. Vervolgens kan je gaan kijken hoe je lichaam daarop reageert. Daar, daar kan je kijken naar hoe gaan die laatste paar sets van die training. Gaat dat nog goed? Is het misschien net te zwaar? Hou ik er niet zoveel meer uit? Is die spier al leeg? Dan is het volume misschien iets te hoog voor één sessie. Kan je het verdelen over meerdere sessies. Ja. Je kan ook kijken naar je spierpijn. Stel, ik train um, uh, bijvoorbeeld uh, drie keer per week. Maar als ik dan een sessie doe en uh, ik heb nog spierpijn bij de volgende sessie. Ja. Dan is misschien die ene sessie iets te zwaar. Dan ja. je kan je volume anders verdelen. Je kan de frequentie misschien iets verhogen, zelfs. Dat je het meer verdelt over de week, of kijken naar de oefeningkeuze. Maar in ieder geval is dat een stukje feedback. Dus hoe herstel je uh, tussen de trainingen, hoe herstel je binnen de training? En wat is de aanname vanuit de, de algemene richtlijn twee tot vier keer per week? Ja, en, en um, wat ik daarbij zelf altijd een hele belangrijke indicator vind... van of er voldoende herstel plaatsvindt, is de prestatie op de oefeningen zelf. Dus ja, kijk, als je je programma net begint, je hebt net nieuwe oefeningen... kan het best wel zo zijn dat je op maandag je borst traint... en op donderdag nog steeds een beetje spierpijn hebt. Als dat er één week zo is, nou, niet zo'n probleem. Het zal waarschijnlijk volgende week niet zo... Uh, ...niet zo heftig meer zijn, maar heb je echt nog zieke spierpijn... ...nou ja, dan was het misschien iets te hoog gegrepen voor een eerste week. Uh, maar daarnaast, uh, over de periode heen, over dit programma heen... ...van uh, zes tot acht weken bijvoorbeeld... Uh, ...ja, je wil gewoon wel in ieder geval kleine stapjes omhoog kunnen maken in prestatie. En als dat niet kan, uh, ja, dan is het of dat je te weinig traint dus niet effectief genoeg traint, dan kun je je afvragen van... train ik wel tot spierfalen? Zijn de oefeningen wel goed? Uh, je, is mijn voeding en uh, dat soort dingen, is dat wel toereikend? Uh, of uh, dat je te veel traint en dat je dus niet voldoende kunt herstellen... en dan krijg je eerder signalen van oh, ik vo voel me vermoeid, heb je inderdaad nog spierpijn... of uh, pijntjes, blessures, hoge, uh, slechtere slaapkwaliteit, dat soort zaken. Hmm. Um, Oké. Okay. Maar dan uh, ja, oké. Okay, maar dus dan als ik twee keer, uh, twee keer in de week mijn borstspier acht sets wil doen. Maar voor mijn biceps wil ik bijvoorbeeld uh, vier keer vijf sets doen. Mm -hmm. Dan kom ik in de knel als ik een upper lower split wil doen. Vier keer in de week. Ja, klopt. Wat betekent dat dan? En moet je creatief worden? Ja, betekent dat dan dat, het, dat ik dan niet een standaard trainingssplit. Ja, doen. een trainingssplit kan heel veel vormen hebben. En wat je aan het begin zei, uiteindelijk gaat het om spiergroei binnen elke spier. Ja. En, um, en soms is het praktisch en het voelt gewoon lekker om bijvoorbeeld upper body te trainen en lower body apart van elkaar. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Maar komt, soms komt het beter uit om, om alles een beetje in de mix te gooien en per spiergroep te kijken wat je er het beste mee kan doen. Ja. En dat kan betekenen dat je misschien een uh, full body-achtige split aanhoudt, waarbij je misschien... Uh, uh, waar je vier trainingen hebt, waarbij drie met borst is en eentje zonder borst. Ja. Nou, niet helemaal full body dan wordt het, maar je moet iets creatiever worden. Het kan ook ja. zijn dat je upper lower gebruikt, waarbij je misschien armen op lower dagen ja. erbij traint. Of je schouders op lower, lower dagen erbij traint. Dat kan. Je kan ook uitkomen op een push-pool schema, waarbij je push-dagen bijvoorbeeld squats en upper body presses doet. En op pool-dagen deadlifts en. Uh, upper body pools bijvoorbeeld, ja. weet ik veel, hoe, hoe je dat zou moeten noemen. Ja. Het is geen upper lowered, geen full body, maar het wel, werkt wel lekker voor jou misschien. Ja. Dus ik zou inderdaad kijken die split niet zo zorgen maken om welke split het beste is, maar meer zorgen maken wat werkt het beste per spiergroep voor jouw behoeftes. Hoe pas je dat, uh, laat je dat samenkomen in een praktisch schema en hoe je die split dan noemt aan het einde zal mij een worst ja. wezen. Ja, en ik, ik denk dat het in veel gevallen ook weet ze maar kan het wel overzichtelijk en praktisch zijn om een beetje aan die standaardvormen vast te houden, maar weet dus dat er niks magisch is aan upper lower of aan uh, push pull legs of aan full body. Uiteindelijk gaat het om, oké, okay, trainen we die spier goed, doen we vo genoeg volume over de week, is dat een beetje goed verdeeld over de week. En als dat dan in zo'n upper lower past of in een full body of in een, nou, top. Uh, mm. Maar het kan ook zijn dat je daar een beetje een tussenweg in moet vinden. En uh, wat ik bijvoorbeeld, uh, inderdaad, wat je net beschreef, van bijvoorbeeld bij upper lower. En dan heb je vaak, omdat op het bovenlijf, zijn er vaak wat meer oefeningen nodig om elke spiergroep uh, ja, echt gericht te, te prikkelen. Om je zijkant schouder, misschien nog extra wat trainen, bicep, tricep, een borst. Uh, uh, je, je rug misschien twee oefeningen voor lats en voor meer bovenrug. Um, en nou, dan heb je misschien acht oefeningen op je upper dag. En op je lower dag, nou ja, misschien. Uh, uh, doe je dan. Uh, nou, quads, hamstrings, uh, kuiten. Ja. ja. En misschien nog wel eentje voor je beelspier. En de ja. uh, benen er wel. Dus dan heb je een beetje een ongelijke verdeling. Maar die oefeningen voor je benen zijn vaak wel intensiever. Dus wat ik dan inderdaad. Uh, vijf is of om een lichte spiergroep, zoals schouders en armen. op die lower dag erbij te zetten. Of. Uh, een, een, een press- en een pooldag. Mm. Bijvoorbeeld. Ja? Ja. Dus dat je je, uh, je pressoefening, borst, schouder, tricep, met je hamstrings of met je quads combineert. En hetzelfde voor je rug. Ja. Ja, ik, Waar ik, ik het meest uit, op uitkom in de praktijk voor de meeste mensen is of full body. Ja. Uh, met misschien uh, variatie in de belasting per ja. training. Dat sommigen iets meer upper of iets meer lower gefocust zijn. Ja. Uh, of upper-lower wel? Ja, zeker als tijd een beperkende factor is. Dus stel, je, kan, je wil graag drie keer in de week trainen... want vier, vijf is een beetje lastig te plannen. Ja, dan wil je echt wel het liefst gebruik maken van die effectiviteit van je... Of dan zou ik zeggen dat het wel een, een voordeel heeft... om die sets meer te spreiden over de workout... zodat je nog meer per set... want je hebt niet tijd om twintig sets per, per, per ja. spiergroep te doen. Dus stel, je doet dan, nou ja, uh, negen sets... Je gaat voor die negen sets nou ja, om dan drie, drie, drie te doen in plaats van één workout. Negen sets waarbij dus alleen die eerste drie echt heel effectief zijn en daarna steeds minder effectief worden. Die negen is al bijna te veel, zeg maar. Uh, ja, ik zou zeggen dat het dan echt wel een voordeel kan hebben om het meer te spreiden over de week ja. en dan inderdaad drie keer voor body te doen. Ja, ja je, wil, je wil gewoon voor die twee tot vier keer per week een spiergroep uh, prikkelen gaan. Ja. Ja, dus dan, uh, dus dan heb je wel al snel wat uitsluiting. Dus dan heb je dus push-pull-legs. Of als je een bro-split doet, waarbij elke spiergroep een aparte dag heeft, maar je, maar je traint bijvoorbeeld drie of vier keer in de week. Nou, als je één push-dag doet in de week, dan wordt je borst dus maar één keer in de week getraind. Ja, dat, dat, dat raden we dan dus niet aan. Nee. Uh, hetzelfde geldt voor die bro-split. Als je elke spiergroep een aparte dag heeft, dan moet je zoveel volume doen. Dus dan wil je bijvoorbeeld toch 15 sets voor die borst op één dag, nou dat is zoals ze net zeggen waarschijnlijk niet zo verstandig en we trainen hem pas maar één keer in de week. Nou, ja, ja, ja en push pull legs is dan dus de eis is of je moet zes keer in de week gaan. Ja, en je kan ook vijf keer in de week gaan. Een creatieve oplossing zijn dan doe je push pull legs upper legs. Ja, en dan is die upper dag is dan een push en pull samen. Ja, en dan heb je elke spiergroep twee keer gedaan. Ja, dus er zijn heel veel wegen naar Rome. En ik denk dat de belangrijkste boodschap deze podcast is van oké, okay, uh, laat, laat die labels, labels een mm. beetje los en, en probeer meer te redenen, redeneren vanuit de soort van meer fundamentele principes van oké, okay, wat heeft deze spiergroep nodig? Uh, en hoe verdeel ik dat op een manier over de, over de week, over hoe vaak ik beschikbaar heb om te trainen, uh, zodat het plaatje klopt, zodat ik elke spiergroep twee ja. tot vier keer train, nou, ergens tussen die... Uh, nou, misschien net iets onder de 10 of helemaal tot de 20, afhankelijk van hoeveel je wil en kan herstellen. Ja, in principe zijn trainingsplits net als diëten. Ja. Zeg maar, ik kan intermittent fasting of keto doen. Um, uiteindelijk uh, maakt het niet uit of ik ontbijt oversla of minder koolhydraten eet. Waar het om gaat is of ik de fundamentele principes van vetverlies handhaaf en dat is calorie tekort. Ja. Um, en. Um, en dat maakt niet welke date ik volg. Van ik kan keto eten en te veel eten of intermittent fasting en te veel eten. Ja. En hetzelfde voor een trainingssplit. Ik kan up low doen, maar te weinig volume en dat is nog geen progressie boeken. Ja. Dus kijk eerst naar fundamentele principes en dan geef er daarna een labeltje eraan. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Het ligt waarschijnlijk niet aan jou, maar het ligt aan het plan dat je volgt. Je kunt wel hard je best doen, maar als het plan niet effectief of duurzaam is, zul je geheid falen en je motivatie verliezen. Wij helpen mensen zoals jij het plateau doorbreken en transformeren in twaalf weken. Als je het zat bent om veel moeite te stoppen in weinig resultaat, meld je dan aan voor een vrijblijvende kennismaking via onze website www.projectijzersterk.nl. Terug naar de podcast. Ja, en wat er ook vaak misgaat hierbij denk ik is dat mensen dan, nou ja, een tijd lang, nou, twee, soms drie keer in de week trainen en dan denken ze, oké, okay, nu wil ik er echt voor gaan, dus dan ga ik zes keer in de week. Maar normaal trainen ze dan een uur anderhalf of zo, twee keer in de week, en dan gaan ze opeens zes keer een uur anderhalf trainen en dan hebben ze dus hun totale trainingsvolume verdrievoudigd van mm. de ene op de andere week. Wat fuck. Ja, we hebben dan. Uh, recent een recente podcast opgenomen met uh, Thomas Mulder over uh, blessures rondom krachttraining. Wat wel, wat niet te doen. Dus wil je daar meer over le uh, leren, uh, luister die podcast. Maar hij stipt aan een, een van de belangrijkste risicofactoren uh, voor uh, het ontwikkelen van blessures door krachttraining. Is ja, eigenlijk een te groot verschil tussen wat je lichaam gewend is en wat je nu doet. Dus als je van de ene week op de andere week je werk verdrievoudigt, ja, je lichaam is dat niet gewend. Dus de kans dat je dan tegen problemen aanloopt, dat je te weinig herstelt of dat je zelfs blessures, pijntjes ontwikkelt, is gewoon veel groter. Ja, ja en, en dat, dat geldt uh, voor, voor meerdere dingen, zeg maar. Van, van niet, naar, niet naar heel veel of iets wat je gewend bent naar heel veel. Het ja. kan zijn veel meer sets, maar het kan ook zijn veel meer gewicht ja. of veel meer... Uh, snelheid. Uh, snelheid, exclusiviteit. Ja. Um, ja, dus Dat hij zei zijn. Uh, te snel, te lang, te veel, te zwaar, ja. na, zeg maar, uh, te lang, te licht, te kort, ja. uh, te weinig. <laughs> ja. Ja, ja, precies. <laughs> ja, prachtig. Thomas uh, Jongen. Ja. Um, ik hoop, misschien kunnen we wat voorbeelden, gewoon wat concrete voorbeelden van hoe jij zelf je uh, training indeelt, momenteel... Uh, misschien even twee programma's, hoe je dat eerder hebt gedaan... en hoe je dat nu doet op basis van de trainingsfrequenties die je toen had... en de omstandigheden die er toen waren. En dat ik daar wat uh, ook een, uh, mm. een voorbeeld noem... zodat mensen een beetje begrijpen hoe dat dan in ja. de praktijk eruit kan zien. Ja. Uh, wat ik op dit moment doe, is een full body. En ik train ja. drie keer in de week. Ja. En dan komt dat het beste uit om elke spiergroep uh, twee of drie keer te prikkelen. Ja. Um, Hoeveel volume doe je dan per... Uh, laten we even per spier... Uh, uh, ja. Redeneren. Zoals, uh... Ik heb nu voor de meeste twaalf uh, sets. Ja. Uh, als ik het goed zeg, Ja, twaalf sets. Dan ja. probeer elke spiergroep elke training even te doen. Ja. En uh, dus ik nu vier heb... sets per training. Ja, ja. Ja. En dan um, sommige spiergroepen, zoals mijn quads weet ik vanuit mijn geschiedenis dat ik vaak wat beter reageer op maar twee keer in de week. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld één training met squats en leg extensions, één training met hek squats. En één training zonder quads eigenlijk. Ja. Um, en dan heb ik ook het voordeel dat als ik heel veel spierpijn heb van die hack squats, heb ik eerst nog een training rust en dan pas weer mijn squats, ja. uh, zodat ik uh, daar niet met spierpijn uh, sta. Ja. En een goed voorbeeld is dat ik dat ook met mijn borst had gedaan. Ik had benchpress en push-ups op één dag, en dan inklend doe me op een andere en dan een dag rust voor borst. Maar toen had ik zo fucking veel spierpijn van de benchpress en push-ups yeah. dat ik de enkele dummpress gewoon niet meer kon doen. Mm. Uh, dus ik heb dat omgegooid naar gewoon de push-ups heb ik verplaatst en die andere dag heb ik drie keer borst. Ja, ik, ben, ik heb het aangepast. Ja. ja, exact. Dus het kan ook heel erg verschillen per oefening. Dus een beruchte daarvoor is de Romanian deadlift mm. uh, qua spierpijn en hersteltijd. Ja, dat is gewoon niet te vergelijken met wat, zeg maar, je, staat, je doet drie setjes Romanian deadlifts. Gaat er lekker tegenaan met drie setjes uh, hamstring curls of zo. Ja, lying leg curl. Ja, het is niet te vergelijken qua nee. wat voor impact het heeft op de spier, wat voor herstel daarvoor nodig is. Um, ja. Ja, en ik denk de algemene richtlijn daarvoor, leuk feitje, is uh, hoe meer de spier op zijn maximale lengte wordt gebracht, hoe meer spierpijn de oefening oplevert. Ja. Daarom is de Romanian deadlift zo heftig. Ja. Of bijvoorbeeld een incline dumbbell press qua spierpijn. Ja. Um, net vroeg je wat voor trainingsplits ik nog meer heb gedaan. Ja. Ja, full body heb ik, heb ik in de meeste training gedaan. Drie keer per week, vier keer per week of voor vijf keer per week. Ja. Met allemaal wel lekkere progressie geboekt, vooral voor spiergroei. Ik heb ook lange tijd gepowerlift. En uh, voor powerlifting heb ik eigenlijk altijd een upper-lower aangehouden... of variaties daarvan. Met ja. twee keer upper, twee keer lower. Of, um, of drie keer lower en twee keer upper zelfs een tijd... Uh, omdat bij powerlifting bijvoorbeeld het herstel, het herstel veel langer is als je wat vier zware sets hebt gesquat en ja. dat later in de week nog een keer wil doen, dan heb je liever daar wat meer pauze tussen. Ja, en dat werkte voor het, mij, bij, voor, niet voor mijn spieren, maar ook voor mijn pezen en gewrichten vooral. Ja, ja dat wil ik inderdaad zeggen. Dus, uh, Oké, okay, ja, um, ik snap het. Ja, ik doe nu zelf. Um, uh, ik, ik deed tot voor kort deed ik zes keer in de week Pushable legs. Uh, en, en dan zijn het hele korte sessies. Uh, dat vind ik gewoon niet omdat ik dus denk van ik moet zes keer trainen, maar omdat ik het fijn vind om even die onderbreking van de dag te hebben. Uh, de gym zit vlakbij. Uh, ik vind het fijner om 45 minuten te trainen dan een uur en 15 minuten. Um, dus dat heb ik tot voor kort gedaan. Maar nu ben ik weer naar vier keer in de week. Uh, toch qua tijdsefficiëntie. En, en ik doe dan nu. Um, ja, dus uh, push-pull eigenlijk. Dus ik doe dan uh, mijn press-spieren, uh, dus uh, borst, schouder, triceps met mijn quads. Uh, ik ben eigenlijk vaak voorstander van om uh, juist een borst, schouder, tricep met hamstrings te doen. Want als je uh, je rug combineert met het trainen van je hamstrings en je doet iets van een deadlift variatie, dus een Romanian deadlift, conventional deadlift, mm. iets vergelijkbaars... Dan heb je en voor het trainen van je rug, en voor het trainen van je hamstrings, veel gripkracht nodig. En dan kan dat een beperkende factor zijn. Ja, kan je ook niet lekker supersetten. Nee, op dit moment doe ik uh, geen deadlift variaties. Mm, uh, Wat? Ja, what? <laughs> Maar die moet je toch doen op de groei. Ja, ja. ja niet dus. En ik ben nu, uh, uh, eerlijk gezegd, train ik mijn been op onderhoud. Um, dus uh, in dit geval was push pull uh, wel een, ja. Uh, ja, ja, ik vind het ook lekkerder, ook voor klanten ja je hebt ook als ik een Romanian deadlift doe ook als grip geen probleem ook je lats heb je daarbij nodig en als je daartussendoor tussendoor iets van rows doet of zo is dat ook weer kut nee in de bovenrug dus in de meeste gevallen zou ik zeggen oké okay, dus die press oefeningen van het bovenlichaam dus schouder, tricep met de hamstrings en dan rug met de quads want voor quads ja voor squats of voor leg press of voor hack squat leg extension heb je geen gripkracht nodig uh, maakt het makkelijk om te supersetten en heb je minder soort van conflict, uh, conflict nee. tussen de verschillende oefeningen uh, want belangrijk om te begrijpen is: oké, okay, als jij Romanian deadlifts hebt gedaan en vervolgens ga je dumbbell rows doen, maar het zijn vooral je onderarmen die verzuren, ja, dan ben je je rug dus niet heel effectief aan het trainen. Nee. Um, en dat is wat ik nu doe voor vier keer in de week en eerder dus uh, push pull legs zes keer in de week. Ik heb ook drie keer in de week full body getraind. Ik heb ook vijf, zes keer in de week full body getraind. Dat vond ik niet zo heel chill, uh, dat was te ingewikkeld om hersteltijd te managen. En, mm. uh, en uh, de trainingen duren heel lang zo, want je moet dan elke spiergroep opwarmen. Ja. Dat is ik wel kut, ja. ja. Wat ik bij, als ik meerdere keren per week full body doe, nou, sowieso meerdere keren, maar vier of vijf keer, ja. waar ik het meest probeer te spelen, is dan altijd de verdeling zo te doen, dat je die, als ik bijvoorbeeld een borstfocusdag heb, om de training daarvoor, dan een borst bijna niet te trainen. En dan is, is het nog best wel goed te doen, dus dan heb je geen... Pure full body, maar ja. dan kan je het nog redelijk makkelijk vijf, zes keer een week full body doen en niet in de knoop zitten met je herstel voordat ja. je een belangrijke spiergroep uh, traint. Ja, ja, ik zou ja. Dus ik, ik heb je dat, moet van houden. Ik heb dat inderdaad ook een tijd gedaan. maar ja, voor mijzelf gewoon voor persoonlijke voorkeur. Vind ik dat één, een beetje gewoon onnodig ingewikkeld met het plannen, en twee vind ik dan uh, het gewoon uit voorkeur prettiger om. Het anders te verdelen, maar het is inderdaad. Ik heb het wel gedaan ook, en ja. het, is, uh, het is niet uh, minder effectief of zo. Nee. En voor de mensen thuis, als je vijf of zes keer per week full body zou doen, dan ja. zou ik niet zeggen: doe vijf of zes trainingen, aparte trainingen, maar heb bijvoorbeeld drie of vier trainingen en die, die roleren gewoon door. Ja. Ander voordeel is dat het ook gewoon lekker flexibel is. Als je een, keer een dagje overslaat, een dagje schuift, kan, kan het redelijk makkelijk. Ja, het belangrijke is inderdaad, dus ik zou in de meeste gevallen. Eigenlijk wel aanraden uh, om een oefening in ieder geval één keer in de week terug te laten komen. Wat daarvoor belangrijk is om te begrijpen, en dit is ook uh, in, met studies in kaart gebracht, is dat we, uh, onze zeg maar, proficiency, onze, onze uh, kundigheid in de oefening uitmaakt voor hoe goed we de spier kunnen prikkelen. Dus vaak met een uh, literatuur, ik weet, ik ben me niet vast op de details. Maar, Ga ik doen. Um, uh, uit het onderzoek waar ik nu aan denk uh, kwam naar voren dat mensen eigenlijk al, al vanaf week één met isolatieoefeningen de spier um, goed konden prikkelen, goed uh, maximaal konden activeren. Uh, er waren wel trained individuals. En dan, uh, maar de compoundoefeningen, de complexere oefeningen, waarbij je dus meer even moet wennen aan de beweging en goed van, oh ja, hoe zet ik die schouders nou precies bij die bench press? Hoe uh, ga ik precies mijn voeten neerzetten in die leg, uh, leg uh, press? Um, dat duurt een paar weken voordat dezelfde maat van uh, activatie ja. bereikt. Dus als je een oefening minder vaak doet... of je verwisselt heel vaak van het programma... of hij komt maar één keer in de twee weken voor... Uh, dan word je minder snel goed in de oefening. En dat zou een uh, beperkend effect kunnen hebben... op hoe effectief je de oefening kunt uitvoeren. Ja. Vaak ook gewoon leuker om progressie te zien in een oefening. En dan ja. moet je even wat langer doen. Ja, zeker. Ja, dat wordt ook inderdaad gewoon moeilijker meetbaar van week tot week. Uh, ja. ja. Ik hoop dat mensen hier uh, wat uh, inzichten uh, uithalen van uh, uh, trainingssplits. Hoe uh, laten we een spiergroep groeien? Hoe verdelen we dat over de week? En, uh, en wat dan voor jou uh, wel en niet relevant ja, is. Paradigma's uit elkaar getrokken. Niet normaal. De status quo lopen schudden. Ja, Man, joh. Wat een, uh, wat een dag. Nou, ja. tot de volgende mensen. Bedankt voor het luisteren. Doei.